Dag Chris, beste wensen. Laten we het nieuwe jaar eens beginnen met een terugblik op de aandelenmarkten van 2022. Het is een lastig jaar geweest voor beleggers, dat is een open deur in trappen. Maar was het eigenlijk ook een uitzonderlijk jaar? Ja, als we kijken inderdaad naar 2022, het is logisch dat we uit COVID kwamen. Iedereen had verwacht dat ja, de economie gaat heropenen. We gaan een heel mooi beursjaar tegemoetkomen, ook door de economie die zich weer gaat herstellen. Maar wat zagen we inderdaad? Grondstoffen namen een enorme stijging voor zijn rekening. Zeker na de inval in Oekraïne heeft dat uiteraard... Niet geholpen, met als gevolg dat de inflatiecijfers enorm de hoogte ingingen. En daardoor hebben inderdaad de centrale banken enorm moeten reageren door de interestvoeten te verhogen, wat uiteraard zijn effect heeft op de equitymarkten. Uiteraard, als interestvoeten zeer snel stijgen, heeft het ook een effect op de bondmarkten. Hebben we dit jaar duidelijk gezien, 2022. En zagen we eigenlijk dat zowel de kapitaalmarkt als de schuldmarkt alle twee een moeilijk jaar hebben. En die combinatie is eigenlijk toch wel uitzonderlijk effectief. Chris, als Equity Research maken jullie elk jaar bij het begin van het jaar een voorkeurlijst bekend. Hoe heeft die voorkeurlijst van 2022 gepresteerd eigenlijk onder al die factoren? Als we kijken naar de selectie aan zich, operationeel hebben ze allemaal relatief goed stand gehouden. Je spreekt over de TKA's, de ASML's, uiteraard zeer mooie cijfers voorgelegd, ook een B-kaart bijvoorbeeld. Maar als we kijken naar performance aan zich, werden die uiteraard geïmpacteerd door die zeer snelle interestvoetstijgingen van de centrale banken. Als je kijkt naar een ASML bijvoorbeeld, had natuurlijk een waardering. Die zeer gebaat is bij lage interestvoeten. Als die interestvoeten omhoog gaan, natuurlijk, zag je hier een repercussie. Neem een ander voorbeeld, VGP. Nog altijd een zeer mooi bedrijf, uiteraard. Maar daar zag je eigenlijk dat buiten de interestvoetverhaal, natuurlijk, wat zeer zwaar weegt op vastgoed, ook nog eens die alliantie met Allianz, om het maar zo te noemen, toch wel onder vraagtekens werd gesteld. En dat heeft ook zijn repercussies gehad op de performance, uiteraard. We zijn intussen een nieuw jaar begonnen, we nemen een frisse start, we zien dat de yields omhoog gaan. Anderzijds zijn er ook wat factoren zoals energieprijzen en grondstoffenprijzen die voorlopig toch onder controle lijken te zijn. Wat is de impact daarvan nu bij het samenstellen van jullie voorkeurlijst? De Grof Peterkam is uiteraard altijd een bottom-up house geweest. En daarom gaan we altijd kijken naar individuele aandelen sowieso. Ook dit jaar daarom hebben we eigenlijk een combinatie van cyclussen met defensieve bedrijven samengesteld. Met dikwijls wel een zeer gezonde balans. Mooie positionering, uiteraard. Maar het is een combinatie van allerlei soorten bedrijven, zoals altijd. Ja, Chris, en dan is de vraag van de dag, uiteraard. Wat zijn de namen die jullie weerhouden hebben voor de voorkeurlijst 2023? Ja, als we kijken naar 2023, houden we de posities in AB InBef, Barco. Just Eat Takeaway, Kinepolis en Fagron. Maar voegen we ook vier nieuwe namen toe, zijnde IBA, Montea, UCB en Retail Estates. Als we naar de shortlist gaan kijken, dan hebben we vijf namen geselecteerd. Dat is Melexis, Lotus Bakeries, TKL Capital, Randstad en Vastnet. Jacques, laten laat ons dan eens in detail een aantal van die namen gaan bekijken. Jullie behouden bijvoorbeeld het vertrouwen in Fagron en in Barco. Waarom? Ja, als we kijken naar Barco, is dat uiteraard de speler geweest die enorm heeft afgezien van COVID, zowel in entertainment als in enterprise. Wat zien we eigenlijk pas sinds het derde kwartaal van vorig jaar? Dat dan pas die groei enorm is teruggekeerd. Dus we denken eigenlijk dat 2023 het jaar kan zijn voor Barco, waarin alle drie divisies, dus ook healthcare, enorm goed gaan presteren. Als we dan ook kijken tegelijkertijd naar Barco's balans, die blijft zeer gezond. Dit zou kunnen leiden tot bijvoorbeeld transacties, M&A, of eventueel remuneraties voor de aandeelhouders, dividenden of aandelen in koop. Als we dan kijken naar de waardering, dan zien we toch wel dat Barco nog altijd enorm veel potentieel heeft. Als we dan kijken naar de tweede naam inderdaad die we toevoegen, Fagron, uiteraard een naam die het wat moeilijk heeft gehad, heeft minder vertrouwen bij investeerders vandaag, gerelateerd aan bijvoorbeeld tegenvallende groei, in de Verenigde Staten, wat problemen met zijn fabriek, de Wichita. Ten tweede, uiteraard, Brazilië bleef toch wel een groot vraagteken als economie. Eigenlijk, wat zien we vandaag? Die twee economieën zijn het nog altijd goed aan het doen en gaan het zeker goed doen in 2023. Ook Brazilië, eindelijk. Dat zou Fagron moeten helpen. En we mogen uiteraard niet vergeten dat Fagron toch wel actief blijft in een structureel groeiende markt. Gecombineerd ook hier weer met een sterke balans, wat eventueel kan leiden tot transacties van MA, geeft het toch wel enorm veel potentieel naar de toekomst toe. Biotech en Life Sciences, dat blijven belangrijke sectoren, nieuw in jullie lijst zijn aan de ene kant IBA en aan de andere kant UCB. Ja, als we kijken bij IBA, iedereen weet uiteraard dat ze actief zijn in protontherapie, maar daarbuiten hebben ze eigenlijk ook nog twee andere divisies die wat kleiner zijn, minder gekend, maar ook snel groeien. Dus daarom is IBA vandaag niet meer zoals we dat noemen een one track pony. Als we kijken naar het originele activiteit van IBA, zagen we eigenlijk een enorm mooi contract in december aangekondigd, meer dan 400 miljoen euro omzet als we de services erbij tellen. Dat wil eigenlijk quasi zeggen de jaaromzet voor IBA. Gecombineerd met inderdaad dit heel sterke odeboek en ook hier weer een heel solide balans, is IBI wel een naam die we naar voren schuiven. Kijken we naar UCB, uiteraard een large cap, zeer grote naam, goed gekend. Maar daar zien we ook wel dat investeerders toch wel voorzichtig waren. Zeker sinds de aankondiging dat er meer onderzoek nodig was voor een product in de Verenigde Staten met betrekking tot de productie. Wij denken dat dit probleem gaat opgelost worden. En als we gaan kijken naar de pipeline voor UCB in de komende twee jaar, zien we toch wel heel veel potentieel voor het aandeel. Als we dan nog gaan kijken naar inderdaad, de waardering, zien we toch wel dat het eigenlijk aan een discount noteert wat UCB vandaag volgens ons niet zou verdienen. Dus we weten allemaal dat vastgoedbedrijven het vorig jaar lastig hebben gehad. Onder meer omwille van oplopende rentes. Toch zien we op jullie lijst onder meer Montea staan. Waarom houden jullie Montea op de lijst? Uiteraard heeft Montea vorig jaar afgezien zoals de meeste vastgoednamen. Maar zeker in een groeiverhaal zoals Montea met e-commerce, logistiek. Uiteraard nog meer. Wat zien we vandaag bij Montea? Dat die balans eigenlijk mooi op orde is. De financiering is mooi geregeld. Als we dan ook kijken naar de groei die ze voorzien de komende jaren met 800 miljoen expansie tegen 2024, dan zien we toch wel dat hier inderdaad die pipeline zeer gezond blijft met voldoende vraag voor hun magazijnen. En als we dan inderdaad kijken naar de waardering, dan denken we toch wel dat heel veel in rekening is gebracht en dat we veel potentieel zien voor 2023 voor hun Montea. Tot slot Chris, twee namen die uit de gratie vallen als ik het zo mag noemen, dat zijn Melexis en Lotus Bakeries. Nochtans twee bekende namen met een mooie beurshistoriek. Waarom dan toch een lastig jaar in het vooruitzicht? Ja, als we kijken bij Lotus Bakeries, iedereen kent het verhaal natuurlijk, zeker elke Belg heeft thuis wel iets in zijn kast liggen van hen, eh, het is een groeiverhaal geworden, ze gaan van vroeger misschien 5-6% groei, zitten we vandaag aan 8-9 misschien zelfs 10% organische groei, uiteraard een heel mooi traject afgelegd, maar we zien toch wel vandaag dat die koers enorm veel rekening houdt hiermee. Als we dan bovendien kijken dat natural foods, de natuurlijke snackrepen die ze hebben ontwikkeld sinds 2017, dat die vandaag quasi een derde van de omzet vertegenwoordigen, met toch wel heel veel exposure naar de Verenigd Koninkrijk, dan vinden we toch wel dat inderdaad hier wat risico is op de omzet. En als we dan de waardering bekijken, die toch wel zeer excessief is, denken we toch wel dat de investeerders hier een beetje voorop lopen. Ja Christian, dan is er nog Melexis. Die zitten in de semiconductorenmarkt. Je zou denken, dat is nog altijd booming business. Waarom dan toch niet meer in jullie voorkeurlijst? Ja, we denken effectief dat Melexis mooi geprofiteerd heeft in de post-COVID-periode. Wat zien we vandaag natuurlijk? Die vraag naar producten voor hen blijft natuurlijk wel sterk aan zich, maar het stocking-effect dat iedereen producten wou hebben na de COVID-periode, is vandaag een beetje het omgekeerde aan het krijgen. Dus wij denken wel dat het bedrijf geprofiteerd heeft van mooie marges sinds 2020, maar dat eigenlijk vandaag er toch wel een risico is aan de margekant. Als we dat dan gaan vergelijken met de waardering van Melexis, ook al heeft het een zeer gezonde balans, denk ik toch wel dat hier ook investeerders een beetje voorop lopen dat er risico is op downside. Chris Kippers, bedankt en graag tot de volgende keer. Graag gedaan.